Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een Get Ready With Me video op je te wachten staan. En in deze video laat ik je zien welke producten ik de laatste tijd gebruik en hoe ik daar deze look mee maak. En deze video is geschoten in samenwerking met L'Occitane. En blijf zeker tot het einde van de video kijken, want we hebben ook een hele leuke winactie op je te wachten staan. En dan beginnen we gewoon nu eerst met de Get Ready With Me. Wanneer ik opsta, doe ik altijd meteen de gordijnen open en pak ik mijn speaker erbij om een leuke playlist op te zetten. Op dit moment is dat vaak de Mood Booster, is een hele leuke playlist met allemaal vrolijke nummers. Dus als ik die heb opgezet, ga ik gewoon lekker bij mijn make-up hoekje zitten en ik trek ook altijd eventjes nog mijn badjas aan, want dat vind ik lekker fluffy. En ik doe ook vooral mijn haar omhoog, zodat het lekker uit de weg is. Op dit moment gebruik ik de nieuwe Aqua Reuchay Skincare collectie van L'Occitane. De naam van de collectie komt van de Reuchay bron in de Provence in Frankrijk. En dit water bevat wel tot 10 keer meer calcium dan Frans thermaalwater en heeft ook veel mineralen. En dat is super belangrijk en goed voor de gezondheid van je huid. Ik start met de Moisture Prep Essence en dit is een lekkere lichte gel die nog een extra laag hydratatie geeft. En hiervan breng ik gewoon een klein beetje aan en dep ik rustig in op mijn huid. Hierna gebruik ik de Ultra Thirst Cleansing Gel. Dit is een gezichtsgel voor de normale tot gecombineerde huid. En deze geeft heel veel hydratatie en glow, maar wel op een hele lichte en niet vette manier. Zoals je hier wel ziet is het echt een gel met allemaal luchtbelletjes en hij voelt heerlijk licht en verfrissend aan op de huid. Nou, wanneer de gezichtsgel is ingetrokken, is het tijd natuurlijk voor foundation. En op dit moment gebruik ik twee soorten foundations. Ik heb hier eentje van Charlotte Tilbury en eentje van Estée Lauder. Maar degene van Estée Lauder is net even wat geler en dat vind ik net iets beter bij mijn huidskleur passen. En ik heb hier trouwens weer een nieuwe beauty blender. Ik weet dat ik in onze vorige video had gezegd dat ik echt een nieuwe beauty spons nodig had. En ik vond deze in één keer nog in mijn kast. Dus die heb ik nu in gebruik. Een lekkere verse beauty blender. Nou, ik ben recentelijk naar Curaçao geweest en daardoor heb ik wat pigmentvlekjes op mijn wangen gekregen. En ik ben laatst ook naar de huidtherapeut geweest voor een huidbehandeling. En mocht je benieuwd zijn naar een update of hoe het gaat met mijn huid wat betreft acne, ik ga hier nog even een updated blogpost over schrijven op onze blog andersweekend.nl. Dus als je daar wil weten wat ik allemaal doe met mijn huid en wat voor behandeling ik onderga, dan zal je dat daar gaan lezen. Maar nu ben ik nog eventjes bezig met de beauty blender en mijn foundation, want ik wil graag wel aan dat dekkend resultaat hebben. En wanneer ik klaar ben met de foundation, gaan we door naar concealer. En ik gebruik op dit moment een concealer van H&M. Deze is niet super licht van kleur, maar vond ik ook wel een beetje redelijk aan de gele kant, wat ik wel heel erg mooi vind staan. En ik vraag me trouwens af, wat voor kleurtoon of ondertoon heeft jouw huid? Een beetje olive, groen, geel of misschien wat meer roze? Laat me eventjes weten, ik ben heel erg benieuwd. En met concealers vind ik het fijn om ze een paar seconden aan de lucht te laten drogen, zodat ze net wat plakkeriger zijn dan wanneer je het gelijk uitblendt. En ik gebruik gewoon weer mijn beauty blender ervoor om alles mooi uit te blenden. En ik zorg er ook voor dat ik mijn oogleden meeneem, want daar zie ik best wel vaak nog van die aderen lopen. En ik vind het mooi als dat gewoon nog helemaal mooi gecamoufleerd is. Yes, zijn we nu aangekomen bij het leukste of misschien wel het belangrijkste onderdeel. En dat zijn mijn wenkbrauwen. Zoals jullie vast wel weten zijn die heel erg belangrijk voor mij. En ik gebruik de laatste tijd best wel wat verschillende producten. En ik ben gewoon heel erg aan het wisselen. Op dit moment gebruik ik de Make Up For Ever Aqua Brow. En deze is echt super oud. Vandaar dat het echt een rommeltje is geworden op mijn hand. Er kwam allemaal olie en vochtigheid uit en weet ik veel wat. Maar het product zelf, dat blijkt eigenlijk nog steeds wel gewoon te werken. Ondanks dat die tube echt gewoon misschien wel 4 jaar oud is. Ik weet dat dit waarschijnlijk veel te oud is en dat ik het misschien niet eens mag gebruiken. Maar het ziet er nog prima uit en het werkt eigenlijk ook nog helemaal goed. Dus ik gebruik het gewoon, want ik vind het zonde om het anders gewoon weg te gooien. Dit is een van de donkerste kleuren en als ik het hier zo op het beeldscherm zie, dan lijkt het best wel wat warm. Maar in het echt valt deze kleur wat koeler uit en matcht hij heel erg goed bij mijn nieuwe haarkleur. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Ik heb gewoon niet zo heel veel wenkbrauwhaartjes, dus zo'n product is voor mij wel heel erg mooi om gewoon van die hele opvallende en strakke wenkbrauwen te maken. Is niet ieder smaak. Ik weet dat ik best wel vaak comments krijg over mijn wenkbrauwen. Dat is echt een van de meest voorkomende dingen waar ik kritiek op krijg. Maar ja, wenkbrauwen zijn gewoon super persoonlijk en ja, zo vind ik ze op dit moment gewoon mooi. En wanneer ik mijn wenkbrauw helemaal heb ingevuld, pak ik er nog eventjes een spoelie bij en zorg ik ervoor dat ik echt nog even heel goed door mijn wenkbrauwen kam. Op die manier kan ik gewoon wat product dat te veel is eruit kammen en het zorgt er ook voor dat mijn echte wenkbrauwhaartjes wat beter weer naar voren komen en dat het een wat natuurlijkere look geeft.
En wanneer ik de ene wenkbrauw af heb, begint het feestje natuurlijk ook aan de andere kant. En zorg ik ervoor dat ik de andere wenkbrauw ook zo goed mogelijk en op dezelfde manier invul. Ik denk dat ik wel voor bijna iedereen kan spreken dat het bijna nooit lukt en dat je echt wel zo'n favoriete wenkbrauw hebt. Laat me eventjes weten of jij zo'n favoriete wenkbrauw hebt die altijd goed lukt en zo eentje die eigenlijk altijd mislukt. En de volgende stap is het gebruiken van concealer om de wenkbrauwen net iets strakker te maken. En ik moet ze strakker maken doordat ik met het uitborstelen van de wenkbrauwen een beetje wat product aan de bovenkant erop heb gekregen. Ik weet niet of je het een klein beetje kan zien, maar bij mijn linker wenkbrauw zie je een beetje van die streepjes van de spoelie zitten, omdat ik dus het product een beetje over mijn huid heb geveegd. Is dus niet de bedoeling en dus met deze concealer ga ik het gewoon weer een beetje opruimen. De concealer breng ik aan met een heel smal en fijn kwastje van Real Techniques, maar verder blend ik het gewoon met mijn vingers uit in de huid. Ik ben de laatste tijd helemaal fan van cream oogschaduws. Het is gewoon super makkelijk. Je dipt gewoon je vinger erin en je brengt het aan op je ooglid en je bent gewoon klaar. Dit is een hele mooie, prachtige rose gold kleur. Dus die breng ik aan over het gehele ooglid. En dit is een cream eyeshadow van H&M. En deze is wat donkerder. En die breng ik daarom aan in de buitenste hoekjes voor wat meer diepte. En ik breng ook nog eventjes aan een beetje onder mijn ogen om het net een beetje af te maken. Voor mijn wimpers gebruik ik ook echt altijd een wimperkrullen, omdat ze anders gewoon echt niet mooi omhoog krullen en heel erg naar voren staan. Dus dit is voor mij echt een must. En voor mascara gebruik ik de L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara. Deze is echt super fijn, maar hij is daarnaast ook bijna op. Dus ik denk dat ik binnenkort eventjes voor een andere moet gaan. En ja, hier raak ik natuurlijk weer per ongeluk mijn ogen. Het gebeurt me echt altijd dat ik of de zijkant van mijn oog raak, of mijn neus, of mijn ooglid. En het beste trick is het gewoon om eerst eventjes te laten drogen. En daarna kan je het gewoon makkelijk met een wattenstaafje wegvegen. En voor wat extra kleur in mijn gezicht gebruik ik hier de Hoola Light Bronzer van Benefit. En dit is een iets lichter zusje van de bekende Hoola Bronzer. En omdat deze best wel wat lichter is en ik nog een klein kleurtje heb van Curaçao, kan ik deze best wel ruig gebruiken. En hij heeft trouwens ook echt een heerlijk geurtje. Maar ik gebruik ook nog de bronzer van Charlotte Tilbury en die combineer ik gewoon een beetje bij elkaar. Dus deze bronzer breng ik nog een beetje erbovenop aan. En ik gebruik een kleine stippling brush om de highlighter aan te brengen. Dit is een hele mooie highlighter met een gouden glans en die breng ik gewoon aan op mijn jukbeenderen. En natuurlijk een beetje op het puntje van mijn neus. Ja, waar nog meer eigenlijk? Oh ja, natuurlijk op mijn wenkbrauwbot. Dus op dat soort plekjes breng ik het gewoon aan, overal waar ik een beetje wat extra shimmer wil. Ik gebruik ook nog een wenkbrauwmascara. Deze is van Charlotte Tilbury. En deze heeft echt zo'n heel klein mini borsteltje. En hij is echt heel erg fijn om alle wenkbrauwhaartjes op zijn plek te houden. En als allerlaatste gebruik ik ook nog eventjes een poeder om een paar delen op mijn gezicht af te poederen. Ik moet zeggen dat ik dit niet heel vaak doe en vaak vergeet ik het. Maar in dit geval dacht ik eraan en dacht ik ga het toch nog eventjes afpoederen. En dat zorgt ervoor dat alles gewoon net even wat beter blijft zitten gedurende de dag. En tegen deze tijd heb ik het meestal echt super warm gekregen zoals je kan zien. En ik heb mijn haar hier al 3 dagen niet gewassen. Dus het is een beetje aan de vette kant. Dus ik probeer het eerst nog een beetje goed uit te borstelen. En je ziet wel een beetje dat hier wat extra werk van moet worden gemaakt, want alleen een borstelbeurt is deze keer niet voldoende. Sinds ik mijn haar heb geknipt, lukt het me om steeds meer wasbeurten uit te stellen. Dus ik zit nu op ongeveer 2 keer wassen in de week, wat ik echt heel erg goed vind van mezelf. En ik vind het zelf ook gewoon echt super chill om niet zo vaak mijn haar te hoeven wassen. Ik ben inmiddels verplaatst naar de badkamer en hier gebruik ik even wat droog shampoo. Deze is van H&M, maar meestal gebruik ik gewoon een beetje wat ik op dat moment zie liggen. En deze droogshampoo breng ik aan op verschillende delen van mijn hoofd. En wat ik recentelijk heb geleerd, volgens mij een keer op een soort van hacksvideo, had ik geleerd dat je droogshampoo eventjes een paar seconden of misschien een minuut moet laten inwerken, zodat het echt helemaal zijn werk kan doen en al die olie kan gaan opzuigen als het ware. En als ik daarop heb gewacht, dan pak ik de borstel erbij en ga ik alles nog een keer heel erg goed doorkammen, zodat ik niet zo'n witte waas in mijn haar krijg. Nou, vanaf dan is dat een beetje kijken van, moet ik nog wat anders ermee doen? Kan ik het een beetje opfluffen? Maar deze keer vond ik dat ik toch nog wel wat extra product nodig had. Dus dit is een hele fijne texture spray die ik laatst van Serena had gehad. En deze heeft ze in Amerika gekocht. Ik heb gezocht online of ik deze kon vinden in Europa, of dat in ieder geval naar Europa verzond. Tot nu toe nog niet, maar het is een hele fijne texturizing spray die niet te veel textuur geeft en gewoon heel erg fijn werkt.
En omdat ik dus zeg maar een langere tijd al mijn haar niet heb gewassen, wordt het toch een beetje dof aan de onderkant. En daarvoor gebruik ik nu deze Dry Conditioner Spray. Deze hebben we laatst in een video van H&M producten gereviewd. En deze gebruik ik gewoon heel erg graag. Nou, meestal zit mijn haar dan wel, maar deze keer wil het gewoon echt niet zitten. Ik weet niet zo goed waarom. Dus ik heb toch nog eventjes de steltang erbij gepakt. En hiermee probeer ik een beetje wat lichte krullen of een soort van kleine slag in mijn haar te maken. Ik probeer wel steeds vaker om veel minder deze hitte tools te gebruiken, omdat het gewoon echt niet goed voor je haar is. Maar deze keer wilde het gewoon echt niet zitten en dat weer juist wanneer ik deze video aan het opnemen ben. En ik kreeg trouwens de vraag of ik ook nog een video wilde opnemen met nieuwe haarstijls, nu ik zeg maar mijn haar wat korter heb. Maar ik moet er nog eventjes een beetje mee oefenen, want tot nu toe lukt het me nog niet om er echt heel veel bijzonders mee te doen. Als ik dus bijvoorbeeld tools gebruik, maar vaak draag ik het gewoon een beetje op deze manier en dat vind ik eigenlijk gewoon leuk genoeg staan. Verder gebruik ik ook nog eventjes een lipscrub. Deze is van Le Shine, ruikt en smaakt super lekker en deze kun je gewoon lekker over je hele lippen smeren en deze mag je daarna ook eigenlijk oplikken omdat het gewoon helemaal veilig is. En dan is het nu tijd voor de outfit. En zoals jullie vast wel weten draag ik deze wollen truien echt ontzettend vaak. Ik heb trouwens twee van deze truien, dus ik wissel wel een beetje tussen die twee. Maar die trui is gewoon echt mijn soort van uniform. En in dit geval zal ik te twijfelen tussen een zwarte grote pantalon met zwarte Nike sneakers eronder. Ik had het laatst voorbij zien komen en ik dacht misschien vind ik het ook wel leuk om een keertje uit te proberen. Dus dat is de look die ik hier aan heb. Gewoon een zwarte basic trui met een zwarte hele grote pantalon en best wel chunky sneakers eronder. Ik vond het heel best wel zwart en ja, ik weet niet. Ik voelde deze look gewoon deze dag niet echt. Dus ik dacht, leuk geprobeerd, maar niet voor vandaag. Maar laat me vooral even weten wat jij van deze look vindt. Of je het wat vindt of dat je het echt vreselijk vindt. Dus ik ben toch gegaan voor een andere look en dat is deze afgeknipte blauwe distressed jeans. En ik heb ze deze zelf afgeknipt en ik heb daaronder deze sneakers van Vans, daaronder de slip-ons. En ik vond deze look gewoon net wat meer voor de tijd van het jaar. Het zonnetje scheen, ik heb zin in de lente. En ik hou gewoon van blote engeltjes zoals jullie weten. Dus ik vond deze look net wat meer geschikt voor vandaag. Dus dit is hem geworden. En zoals ik net liet zien had ik een lipscrub gebruikt. En dat is omdat ik ook nog graag een lipproduct wilde opdoen. Ik probeer echt steeds vaker dit gewoon in mijn routine te brengen. Dus ik gebruik hier de Powder Puff Lippy van NYX. Dit is de kleur Best Buds en hij is een beetje zoals je eigen lipkleur, maar dan net ietsje donkerder. Ik weet niet helemaal zeker, ik vind het in ieder geval een hele fijne kleur, geeft gewoon wat net wat extra kleur in mijn gezicht. Ik dacht misschien is het nog wel leuk om het even af te maken met een accessoire, zoals dit Baker Boy hoedje. Maar ik vond het toch een beetje te zitten en ik vond mijn haar nog niet zo erg leuk erbij. Dus die gaat gewoon weer af en ik draag de laatste tijd ook niet echt meer armbanden of kettingen. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor mijn earcuff. Ik krijg altijd heel veel vragen hierover als ik hier een foto van plaats. Maar hij is dus nep en het is een earcuff van Fashionology. En ik vind die gewoon heel erg leuk staan in mijn oor. Dus dat draag ik op deze manier gewoon met mijn haar achter mijn oor gestoken. Nou, dat zijn de producten die ik de laatste tijd gebruik en waar ik dus deze look mee heb gemaakt. Dit is echt mijn everyday look, want hij is lekker simpel, makkelijk, snel en ja, toch wel met een beetje voldoende shimmer nog op de ogen en op de jukbeenderen, waar ik echt heel erg van hou. Zoals ik jullie aan het begin van de video vertelde, hoort bij deze video ook een hele leuke winactie. En die winactie heb ik lopen via mijn Instagram account. Dat is @laresverbon. Ik zal even een linkje naar de winactiefoto in de beschrijving zetten. Als je daarop klikt, ga je dus direct naar de winactiefoto. Daar kan je dus meedoen. En het pakket bestaat uit de volgende drie producten. De Water Gel Cleanser, de Fresh Moisturizing Mist en natuurlijk ook de Ultra Thirst Cleansing Gel. Dat zijn de producten die ik ook in deze video heb gebruikt en dat zijn ook tevens mijn favorieten. Heb je zin om deze producten te winnen en zelf ook thuis uit te kunnen proberen? Ga dan zeker naar mijn Instagram account en doe mee met de winactie. Ik wens je heel veel succes en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef me vooral een duimpje omhoog en vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!